Welkom bij een aardeskunde-podcast. Dit is de wereld van aardeskunde voor HAVO 5. Ik ben David en dit is Brazilië. En we gaan kijken naar welke paragrafen er voorbij komen in het hoofdstuk. Wat je moet leren voor je examen. En dit is paragraaf 3.9, positie van Brazilië in Zuid-Amerika. Laatste paragraaf gaat over de positie van Brazilië in de wereld, maar nu nog even alleen Zuid-Amerika. Waarbij we eerst gaan kijken naar de economische en politieke positie van Brazilië binnen Zuid-Amerika. Dan gaan we kijken welke rol speelt Brazilië bij het verbeteren van deze verbinding tussen de landen en Amerika en Zuid-Amerika. En dan hebben we allereerst meteen een kaartje van wat zijn ook weer de landen in Zuid-Amerika. Voeg dit maar toe aan je mental map, waarbij je dus met Guyana, met Suriname en Frans-Guinea aan de noordkant heb Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentinië, Uruguay en dan was nog Chili van. Brazilië staat eigenlijk los van de groep, omdat het zoveel groter is. Hè. Als je kijkt naar de eerste groep, en dan hebben we het over het zuidelijke gedeelte, Argentinië, Chili, Paraguay, Uruguay. Dat zijn toch echt wel redelijk koopkrachtige landen met een BBP van rond de $20.000. Maar een groot gedeelte van de bevolking is toch echt wel gericht op de primaire sector. Maar daar zit wel degelijk wel welvaart in. Dan heb je een tweede groep, Peru, Ecuador, Colombia. En dat zijn eigenlijk de Andeslanden, waarbij toch vooral het delven van stoffen en mineralen in het Andesgebergte, dat centraal staat, die verdienen toch net iets minder, omdat ze toch voornamelijk vanuit de primaire sector het geld verdienen, dus die zitten rond de 12.000 per jaar. En dan heb je de groep Bolivia en Venezuela, zitten niet bij elkaar, maar dat zijn natuurlijk politieke bondgenoten, die toch wel redelijk sommige communistische, oud-Russische denkbeelden nog op nahouden eigenlijk zelf met grondstoffen komen. Laag koopkracht dat komt natuurlijk en dat is lastig weer te geven omdat je te maken hebt met afhankelijke prijzen. Dus als de olieprijs hoog is, dan zullen ze wat meer verdienen, anders wat minder. Dan hebben we nog de laatste groep, Guyana, Suriname, Frans-Guyana. Dit zijn de enige drie Zuid-Amerikaanse landen waar geen Spaans of Portugees wordt gesproken. Guyana is lange tijd gekoloniseerd geweest door Groot-Brittannië. En dat had natuurlijk ook eerst Suriname, maar dat is later naar de Nederlanders gegaan. En Frans-Guyana maakt nog steeds deel uit van de Franse Republiek. Door dit wat andere koloniale verleden, dan hebben ze natuurlijk een andere positie binnen Latijns-Amerika en dan is taal een van de belangrijkste redenen. Zoals ik al zei, Brazilië een economische grootmacht. Het is een reus. Zeker als je het vergelijkt met de andere landen. In Zuid-Amerika heb je heel veel handelstromen tussen Argentinië en Brazilië. Ik kan ook wel zeggen dat Argentinië wel op de tweede plek komt. Maar er zijn nog vijf landen die veel produceren uit of producten uit Brazilië importeren. Als je daarna gaat kijken, het grootste deel van de Braziliaanse export, dat gaat naar China, gaat naar de VS, dat gaat naar Nederland, de Europese Unie en dat gaat naar Japan. Dus als je het hebt over handelstromen binnen Latijns-Amerika, eigenlijk niet. De meeste handel gaat meteen naar China, VS, Europa, Japan. Dus in die zin ook weer los. Dan het Zamba-effect. Het Zamba-effect, het gaat goed met Brazilië. En het gaat dus goed met rest van het continent. En als het gaat slecht met Brazilië, gaat het ook slecht met de rest van het continent. Omdat ze aan elkaar vastzitten met elkaar te maken, de landen Brazilië als voorbeeld nemen. Als je kijkt naar concurrentie om buitenlandse bedrijven, Brazilië is voortrekker. Maar de andere Zuid-Amerikaanse landen hebben natuurlijk dezelfde vestigingsplaatsfactoren. En die kunnen ervoor zorgen dus dat zij ook aantrekkelijk wordt. Want zij hebben ook lage lonen, hebben ook veel mensen.
Maar als je gaat bekijken, tot 2014 hadden directe buitenlandse investeringen van Braziliaanse bedrijven en particulieren meer dan 316 miljard dollar aan waarde. En de investeringen gingen vooral naar Europa, naar de VS. En maar 6% van al die directe buitenlandse investeringen ging naar de buurlanden. Omdat Brazilië zo afhankelijk is van de rest van de wereld, maar wel het grootste is binnen het continent, is de rest daar ook van afhankelijk. Dus ze zijn met elkaar verbonden. Ondanks dat er niet zo heel veel handel altijd is, dat Brazilië zich meer richt op andere delen, zie je toch dat men daar last van heeft in de rest van Latijns-Amerika. Het kaartje geeft het hier al heel mooi weer, waarbij je kijkt naar de handelstromen, dan zie je dat tussen Argentinië en Brazilië, wat ik al zei, ontzettend veel handel is. En dat eigenlijk de handel tussen de rest van de landen met Brazilië wel relatief groot is, behalve Ecuador, maar dat dan de handel tussen de landen onderling eigenlijk niet zo groot is. Dus Brazilië is gewoon de belangrijkste, verreweg de belangrijkste speler in het hele continent. Dus dan gaan we kijken naar de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties, want we hebben natuurlijk te maken met handelsblokken over de hele wereld. We hebben de ASEAN-landen in Azië, we hebben de NAFTA in Noord-Amerika, we hebben de Europese Unie en Latijns-Amerika heeft daar de UNASUR voor opgericht, de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties. En Brazilië nam het initiatief. En waarom denk je dan? Nou, Brazilië heeft geen handelsblok met alle Noord- en Zuid-Amerikaanse landen en wilde dat wel uit angst voor concurrentie voor bijvoorbeeld producten uit de VS. Door dus een handelsblok te vormen kun je je eigen markten intern beschermen. Kijk maar even terug hoe dat met de NAFTA ging, met Mexico en VS. Met de prijs en met wat voor desastreuze gevolgen het had voor de landbouw in Mexico. Doordat Amerikaanse katoenboeren veel te groot waren. Nou, bang voor een te grote macht vanuit Amerika hebben ze dit blok opgericht. En dus ook om te voorkomen dat de handelsverdragen met Amerika weggesteld in plaats van met Brazilië. Dus eigenlijk de omliggende landen gebonden. En dat heeft redelijk goed uitgepakt. Het enige land wat niet meedoet is Frans Guyana. En de rest doet gewoon mee. Dus sinds 2008 12 van de 13 landen die dus meedoen in het samenwerkingsverband. Er zijn een aantal dingen waarbij ze willen gaan kijken. Dus de gevolgen waren dat in ieder geval binnen de UNASUR de handel toenam, maar vooral ook de handel met China, VS en EU. Dus dat ze afspraken maken met elkaar. Daarnaast toont Brazilië ook meer politiek leiderschap. Het is wel zo dat de verhouding is een beetje scheef. Dus andere landen zijn bang voor te grote machtspositie. En willen dat niet altijd. Wat je wel ook ziet is dat er veel meer samenwerkingen zijn geweest op basis van verkiezingen, economische ontwikkeling, op basis van defensie, op basis van infrastructuur, vrij verkeer van goederen, het aanleggen van infrastructuur, een bank. Kortom, ontzettend veel hebben ze aangelegd en hebben ze kort gesloten om met elkaar te gaan werken. Dus niet alleen economisch, maar ook sociale ontwikkelingsprojecten en infrastructurele projecten. Door deze bank zijn ze dus minder afhankelijk van de rest van de wereld. Ze moeten wel. En tijd is geld, dus ze zorgen voor een goede infrastructuur. Er werden kerngebieden aangewezen en die moeten zo snel mogelijk met elkaar worden verbonden. Nou, doordat je kerngebieden met elkaar verbindt, dus landen met elkaar verbindt, krijg je dus een kleine relatieve afstand, minder ontsloten gebieden, grotere afzetmarkt, meer eenheid en toegang van oceaan tot oceaan, dus aan beide kanten. Nou, dat is ontzettend goed, zeker voor Brazilië als machthebber van dit blok. Nou, wacht.
Er zijn natuurlijk ook nadelen, want er wordt wel gekeken naar sociaal-economische verbeteringen, maar uiteindelijk wint economie en dan heb je ook te maken met kappen van regenwoud. En zeker als je bijvoorbeeld langs de snelwegen, als er een snelweg tussen Brazilië en Peru wordt aangelegd, dan zie je dat langs die snelweg, langzamerhand, het regenwoud wordt ontsloten, want je hebt in één keer toegang tot het regenwoud, wat eerder wat lastiger te bereiken was. Dus je ziet langs de snelwegen zie je heel veel houtkap. En dwars door inheemse bevolking natuurlijk, want er zijn meer nadelen, we zijn er nog niet. De inheemse bevolking die baalt natuurlijk van aanleg van die snelweg en die hebben beloftes gekregen dat ze in reservaten komen en dat wordt natuurlijk niet nageleefd. Dus die worden bedreigd. Je hebt in Brazilië ongeveer zo'n 400 indianenstammen, inheemse stammen. En de ruimte voor die reservaten komt dus ook onder druk, omdat dat ook allemaal ontsloten wordt. Dus de samenwerking in die gebieden is hartstikke goed voor het land zelf, maar niet voor alle bevolkingsgroepen, dat je dat even in je achterhoofd houdt. Dan zijn we nu aangekomen bij de leerdoelen weer. Ik hoop dat het een en ander al duidelijk is over de economische positie van Zuid-Amerika binnen de UNASUR. En je weet de rol van Brazilië met deze landen. Nou, meld je aan op mijn YouTube-kanaal David Pijpaard, zodat je op de hoogte blijft van alle andere podcasts die komen. En ik wens je succes met het leren.